Badrari is voorlopig vrijgelaten. En Nederland heeft hier best wel fel op gereageerd. Veel reacties op internet. Mensen kunnen het in het algemeen niet hebben dat deze man nu op vrije voeten is. Ik wil weten hoe dat komt. Gisteren was Badrari vrijgekomen. Heb je het nieuws meegekregen? Ja, ik heb het nieuws gezien. Ja. Heb je het nieuws een beetje meegekregen? Klein beetje, ja. Ja, ik vind het belachelijk als je een strafbaar feit hebt gepleegd volgens hun. Dan hoor je in die tijd hoor je gewoon vast te zitten. Hoezo reageert Nederland daar zo extreem op eigenlijk? Weet ik eigenlijk niet. Nederlanders hebben wel vaak een mening over dingen. Jij vindt niet dat hij dat thuis af mag wachten? Hij mag het thuis af wachten, want ja, het heeft ook niet heel veel zin om hem vast te houden. Op dat moment, weet je. Voor wat moet je hem dan vasthouden? Het valt me op dat er heel erg extreem gereageerd wordt op dat nieuws. Hoe komt dat? Ik denk dat het te maken heeft met de onderbuikgevoelens van sommige mensen. Het is de beeldvorming rondom hem, denk ik. Hij is heel beroemd. Ja. Als bokser. En ik denk dat hij dan sterker wordt aangepakt door de maatschappij. Ja, we weten eigenlijk allemaal wel hoe het zit. Hoe zit het? Vertel. Dat weet je wel, dat weet je. Ja, ook omdat hij een succesvolle buitenlander is. Jaloezie een beetje. Ook jaloezie, ja. Ik denk als het een blonde Nederlander zou zijn, dan zou het toch anders zijn. Denk je? Ja. Eerlijk gezegd, wat ik denk, punt 1, het is omdat hij Marokkaan is, ja. En ten tweede, ik vind dat iedereen wel eens een fout maakt, ja. Niemand is erbij geweest, hè. Laten we het zo zeggen. Ik was er zelf ook niet bij, niemand was erbij en iedereen heeft toch zijn mening klaar. Maar hoe komt het dat ze bijvoorbeeld bij Willem Holleder daar minder op reageren dan? Want die kunnen ze gewoon gezellig... Een fotootje bij maken, ja, toch? Ja. Nou, ik wil ook naast de Badrari een foto. Maar in ieder geval... Hoe komt dat, denk je? Ja, dat komt afkomst, denk ik. Dat is alleen dat? Ik denk dat... Meer niet? Hij is een Marokkaan, hij is populair. Hij heeft een vrouw voor Ruud gelid, dus wat wil je dan? Misschien omdat hij allochtoon is, dat hem minder gegund wordt dan bijvoorbeeld dan dat hij autochtoon zou zijn uit Nederland zelf. Ik kan me niet voorstellen dat Badrari zeg maar zomaar iemand zou slaan voor niks. Ik kan het me niet voorstellen. De link is natuurlijk snel gemaakt met troetel crimineel Holleder op dit moment. Ja. Daar gaan ze op de foto mee en dan is het gezellig met hem op de Vespa. Ja. Hoe verklaar je dat? Nou, ik denk dat dat ook komt omdat Willem Holleder zo'n ontzettend zware crimineel is, dat eigenlijk geromantiseerd wordt. Waardoor mensen dat, ja, ik vind het eigenlijk een beetje dom dat mensen dat heel erg, dat mensen dat fantastisch vinden. Want dat is eigenlijk gewoon een moordenaar ergens, in ieder geval een zware crimineel. De mensen die bijvoorbeeld op de Telegraaf reageren, die zeiden van ja, het rechtelijke systeem deugt niet, hoe kan dat nou? En dit, die schrokken echt honderden reacties, weet je. Klopt. Maar het is wel een beetje apart dat het alleen maar bij Badrari op deze manier gaat. Ik bedoel, zoveel criminelen die hiervoor geweest zijn, die dingen hebben geflikt en bijna nooit over gepraat eigenlijk. Zoals jij zegt, een Holleder bijvoorbeeld. Nou, die wordt nou allemaal leuk neergezet in allerlei tv-programma's. Maar om populair te worden in Nederland kun je dus beter iemand ontvoeren en... Blijkbaar wel. Terwijl het helemaal niet klopt. Want ik klap bij dit veel minder erg vind ik dan dat je iemand ontvoert en... vastketend, wat ik heb gehoord, aan een bed. Dus, wat zou je dan kunnen doen om wel door de Telegraaflezers helemaal geweldig gevonden te worden? Nick en Simon, om Nick en Simon te zijn. En om, hij moet een gitaartje kopen en liedjes gaan zingen. Ja, tralalalala. Kooksnijf in Volendam. Ja, inderdaad. Op het moment dat iemand de top bereikt, dan zijn er toch mensen die hem naar beneden willen halen. Groene stroom of zo, of nog iets dat hij dat nog kan gebruiken? Want... Reclame van groene stroom. Of, oh ja, die mooie reclame van tolerantie, waar nu die gekke man... Orgaandonor. Orgaandonor, hij moet zichzelf misschien... Hij moet twee nieren en een lever weggeven. Precies, hij moet niet... Ja, ik heb geen idee wat hij moet doen, dat weet ik niet.